Welkom weer bij onze nieuwste vlog. Niels Around the Flow. Wie ben jij? Die is één. Ja. En dit allemaal heeft Mike gedesigned. Jill, de open make-up is ook echt to die voor. Tada! 5 maanden gewoon. Wij zitten bij Harbor. En we zijn dus hier heel leuk voor het event, voor Reinders. Verder informatie volgt snel, maar het is in april. Het grootste artwork zit dan op mijn rug. Maar ik denk dat ik die even moet filmen. Zo zie je die. Ja, oké. Okay. Die gaat Marie nu even filmen voor jullie. Ja. Oké. Okay. Wow, waar ben je bij? Oh. Zo groot kijken. Zal ik even kijken? Rocket. Rocket. Zit je haar mooi? Laat Rocket even zien. Kijk eens even. Rocket! Oh. Mr. Blue Eye. Oké, het is een beetje chaotisch, maar dat is wat jullie van ons gewend zijn. En we hebben allebei kiddo's, dus ja, het is what it is. Welkom weer bij onze nieuwste vlog. Niels Around the Vlog. In deze vlog ga je zien hoe wij Rox's eerste verjaardag vieren. Super, super, super leuk. Ook komt ons vriendinnetje Coco naar Nederland. Gaan we gezellig ontbijten in Amsterdam. We nemen je mee naar alle voorbereidingen voor Rox's verjaardag. En we laten nog een klein stukje zien van onze nieuwe aankopen. Van welke schoenen we hebben gekocht. En ook geeft Jill een update van haar huis. Dus zijn jullie benieuwd wat we allemaal deze week hebben gedaan? Blijf kijken en abonneren en duimpjes omhoog. Dat is love. Reinders. Oh, hij is hier al. Oh. Je bent hier al! Wij gaan lekker opbouwen bij Samlas voor Rocket's verjaardag. We hebben er onwijs veel zin in. Dit is de ruimte waar we het gaan vieren. Want Rocket is 1 jaar geworden. Rocket is 1 jaar geworden. En hij is net wakker zoals je ziet. En ik kan niet wachten tot Chantal er is en om alles samen te neer te zetten. Aap! Aap! Oké! Artworks voor de pilaren. Chantal is alweer bezig. Dit is het nu. Kiekeboe! Hallo! Hallo vrolijkers! Hallo! Ik zie je wel! Ballonnen! Hoe leuk! Mama en Mike, kijken! Hoe leuk zijn deze ballonnen! Rocket Star! Met Cas thema! Gaat gij voor de backdrop staan? Die heb jij gemaakt! Hoe leuk! De meisjes zijn alle ballonnen aan het blazen. En hier komen allemaal mooie sliertjes. We zijn al een behoorlijk eind. En de pilaren waar Rocket op staat. En One. En daar ook nog eentje. Maar we zijn nog lang niet klaar. Oké, het is nu nog super vroeg. Maar wij gaan ons nu klaarmaken. Ik heb een Felice Appa jurkje aan. Shirt. Chromehard spijker short. En boots van Prada. En Harley komt straks om mij te make-uppen. Want nu heb ik, zoals jullie zien, helemaal niks op. En Rocket, jij wordt vandaag 1 doen, hè? Ja. Hij wil dus heel graag de camera. Elke keer als ik de camera pak, wil hij hem pakken. Oké. Ja, ze zijn er hoor. Kijk hoe mooi. Nou, wie zal er nou jarig zijn? Ik zou het niet weten. Oh, wat leuk, je licht ook aan. Ja, dat hebben ze net gedaan. Kijk hoe cool. Mike heeft alles ontworpen. Kijk hoe gaaf. Oh, hier. Hoe cool allemaal. Jij bent even alles, want het is zo gedetailleerd. Het is bizar. Nou, hier is de giftbox. Hoe leuk. Wie heeft dit met haar gemaakt? Ook via Chantal. Nou, mooi. Te leuk. Rockstar. Wat enig. En dan, ja, je ziet echt te veel. Het is te veel. En hier die ballonnen ook met Rocket Star. Allemaal door Hippie Parade gedaan. Dat is te leuk. We are ready. En waar is het jarig Jopje? Jill, de open make-up is ook echt to die voor. Ja, ik moet even mijn outfit aandoen. Ik ook, ik ben mijn haar vergeten in te zetten. Ben je net wakker? Heel te voor de storm, hè, Rock? Allemaal voor jouw verjaardag. Ja. Ja. Die is 1. Ja. Ja, hij wil die camera natuurlijk dan weer. Diepie, diepie. Ja. Leuk achterkant. Rocket met zijn naam. Eén. Een kastje bloemen. Nou, het is echt één. Kas. Skeletjes. Heel leuk. En dit is Mike ook gemaakt. Met Rocket Star, Plastic Car, Rijden Stoppelaar. Happy First Year Around the Sun. Star, we love you. Leuk. Alles is met Rocket Star. Slash chrome hart, lettertype. Gewoon. Ja, het is echt enig. Ik heb heel veel goed gefilmd. De fotoboot is ook klaar. Kijk hoe cool. Weer van Nomad Events. Ook helemaal in de Rocket Star team. En dan gaan we Jill nu een foto maken. Oh, Rock. Tada! Ik net al maak de
niet hoor, leuk. Lekker eten. En daar is de papa. Jullie zoon is 1 jaar. Ja. Papa. Hier, het is Samlas. Dus hoe leuk is het als je dan hier aankomt. En daarachter is Rocket's verjaardagfeestje. Oh leuk, Rocket 1 jaar. Hoe leuk. Vingertje. En hier staat Rocket op. One, hier komt straks nog een mooie taart. En dit vind ik het allerleukste, is een cadeaubox. Hoe leuk is die? Er staat ook heel grote One op. En een hele grote 1. En dit allemaal heeft Mike gedesigned. Hoe leuk. De taart voor onze Rocketstar is er. Helemaal in het groot lettertype. Zwarte taart met een blauwe binnenkant. Met 1. En deze is voor onze kleine Rook. Oh, zo leuk. We gaan al in de rij hoor. Helemaal hoor. Wow. Lijkt het wel op hè? Dit is zo cool. Is dat voor jou, Ocean? Hou even, wacht, hij is nog niet klaar hè? Oh, hij is niet klaar. Hij is er stil van. Nou, echt. Ja. Nee, die zit zo snel stil. Elke dag een ballonnenman bij je thuis. Ja, kunnen we er niet in de huis nemen? Wat wil jij, Sky? Ja, dat is mooi. Ja, dat is ook mooi. Zelfs Ocean. Maar wel nog een belkoffer. Ja, we maken ook of tasjes maken we ook. Oh, tasjes. Je hebt eigen tassenlijn. Oh, kijk nou, Ocean. Even laten zien wat je hebt. Wow. Nou, Sky is een Pikachu. Wat ben je mooi. Lang zal die leven. Lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hoera! Wat gaat Rob nemen dan? Veel? Een raket. Een raket? Voor een raket. Voor Robben. Oh, je wil hem al. Wow. Wow, rijk. Heeft hij van Joyce gekregen voor zijn eerste verjaardag. Nee, hoe leuk Rocket's verjaardag. Nou, hoe kwamen we erop? Was natuurlijk lastig met corona of wel zijn feestje of niet zijn feestje kon doorgaan. Dus last minute hebben we alles geregeld samen met de partyplanner Hip Hip Hooray. Dus dat is echt top. Ja. De locatie was het strand en Zandblas in Bloemendaal. Dat was ook geweldig, want die had precies het sfeertje wat we graag wilden. Want hoe kwamen jullie op het ontwerp, Mike? Weet je dat toevallig? Nou, Mike is gewoon een artist en die houdt heel veel van Kaas en heel veel van Takashi Murakami. En we wilden niet een typische eerste verjaardag, want ik wilde misschien eerst Rocket, nou in Galaxy thema, want ik denk hoe leuk is dat? Maar ik vond het ook een beetje te voorhand liggend. En we wilden toch wat stoerders. En toen kwamen we eigenlijk op dit thema. En toen had ik een heel leuk jurkje gevonden met skeletten en skulls. En toen kwam eigenlijk alles bij elkaar. En Mike heeft alles heel mooi met elkaar gedesigned. Zelfs de pakjes voor Rocket's verjaardag. Ja, en de baby's vonden de kleuren natuurlijk amazing. We hebben veel meer kleur toegevoegd. Ja, ja. Dus het was echt super leuk om zijn verjaardag te vieren bij Samblas. En ja, de creaties kwamen eigenlijk van Mike. En Hip Hip Hooray heeft het eigenlijk geweldig uitgevoerd. Met door middel van de pilaren, de versiering, de ballonnen. Waren een soort van slierten. Dat vonden we ook super leuk. Ja, dus alles tot de puntjes geregeld. Ja. Nee, dus Rucco's verjaardag was echt enorm geslaagd. Op een gegeven moment hebben we ook een taartmoment gehad. De taart is weer gemaakt door Maria Sweet Cakery, als altijd. En hij heeft wel gegeten, maar hij heeft eigenlijk bij mij nog nooit snoep gehad of
of iets ongezond, terwijl ik zelf niet heel gezond leef. Dus uiteindelijk heb ik toch maar die taart even afgepakt. Want hij had maar één stukje en vond het heerlijk. Maar toen dacht ik, ja, nu is het wel genoeg. En Sam las had voor de rest de catering ook gedaan op locatie. Echt heerlijke hapjes van quesadillas, tot nachos, tot bitterballen, tot... Gewoon overal, je ziet dat, tot poffertjes, tot echt gewoon de kinderen allemaal welkomstdrankjes, alcoholvrij natuurlijk, want het was een kinderfeestje. Jill had een geweldige ballonnenman. Dat was echt wel de eyecatcher van de ja, voor de kinderen. Hij heet de ballonnenvouwer, hij heet André en die heeft voor elk kindje gemaakt wat ze wenste. Dus het was super leuk. Ja, de kinderen konden hun energie en fantasie helemaal in. De dag kon niet meer stuk gewoon. We hebben met voorbereidingen, we hebben heel veel meegeholpen, alles weer opgeruimd. Dus Rocket's eerste verjaardag was echt een geslaagd feestje. Ik zou er zelf veel door van hebben gehad. Ik denk het misschien niet, maar hij vond de ballonnen en de kleuren wel echt geweldig. En het is leuk voor later dat je toch die herinneringen kan maken samen. Toch? Ja! Daar heb ik het ook voor. En zijn eerste verjaardag is toch wel een dingetje. Ik voel de hele nacht gehuild dat hij één is geworden. Niet omdat ik niet dankbaar ben dat hij één is geworden, maar gewoon omdat hij zo groot wordt. Wat is onze volgende verjaardag? Nou, ik denk die van Bel. Ja, die van Bel. Bel in april. Dat is echt al bijna. Dat is onze volgende, onze Golden Girl. Onze Golden Girls. Dat is onze eerste. En daarna eigenlijk denk ik mijn baby shower. Jouw baby. Ja, en zijn verjaardag nog eerst. Maar de... Nee, ik eerst mijn baby shower. Ik ga niet tot mij wachten als ik jullie wil. Oké, moet ik heel snel alles gaan regelen. En mama is jarig, mij is jarig, Jaime is jarig. We krijgen heel veel leuke nieuwe dingen. Waar we later over even terugkomen. Ja, we gaan nu met Rijnus weer alles aanpakken. De meet and greets. En fashion show girls. En sample sale. En sample sale. En allemaal in de maanden maart en april. Dus het wordt echt actief. Het wordt echt chaos. Maar wel echt chaos, leuk chaos. Eindelijk aan 2 jaar. Nou, we zijn er weer. En ze hebben alles hier al gestuukt. En dan gaan we naar de hal. Kijk, hoe lekker jongens. Oh, ik kan echt niet wachten tot er hierin zit. Ik kan mezelf wel in photoshoppen, hoe zeg je dat? In denken, ik kom er niet uit. Jeetje, wat lekker. Als je dan gewoon daarheen kijkt, is alles al mooi gestuukt. Zo'n ander gezicht. Welkom in haar nieuw home. Het gezichtje. Jill, wat is allemaal gedaan in je huis? Heb je niet weer update? Nou, ons appartement gaat dus mega snel, want wij... Mama. Wij uploaden dus niet wekelijks, maar om de 2 weken. En over 2 weken is het dus af. Dus er is mega veel veranderd. Alles is allemaal gestuukt. Alles is klaar. Alles is nu aan het binnenkomen. Dus ik denk over 2 weken, als we weer een nieuwe vlog hebben... Dat is eind deze maand. Dan beginnen ze met de vloer en dan midden maart gaan we er al wonen. Dus het is echt, het gaat superleuk. Niet normaal snel. Het is echt oh, dat is lief. En nu wil die weer terug. Je ziet wel wie de baas is, hè, hier. Ja, ze lijkt zo onschuldig. Zal ik even nog een chipje? Dus nee, het gaat onwijs snel. En het is echt superleuk dat we dan naar een nieuw appartement gaan. Alles helemaal ready. En ja, echt onwijs veel zin in om dit appartement te verlaten. En gewoon lekker fresh te beginnen met Rock. Ja, en ook laat ik even een nieuwe update van ons huis zien. Het is nog echt heel weinig. Maar we hebben in ieder geval onze glazen deur eindelijk gekregen. En een gedeelte van onze kast. Maar je merkt nu steeds een beetje hoe meer het af is. Hij geeft je chipje weer. Oh. Dat het echt meer een geheel wordt. En dat is wat hoe we het echt voor ons zagen. Dus dat is wel lekker dat je eindelijk een beetje in de finishing touch zit. Ik ben mijn vlogcamera vergeten, dus wij doen het echt zo. Kijk wie ik ben! En wij zitten heerlijk bij Pluk. We hebben de unicorn bowl. En we krijgen zo de banana pancakes. En heerlijk eten. Wel heel leuk gedaan. Ja, hè? Kijk hoe cute. En aangezien Kootje haar eigen voetdruk heeft. Even uitproberen. Het wordt echt enig. En daar wordt onze pancakes al bereid. We zitten nog helemaal in de Valentijnssfeer hier. Enig. Oh my gizzo. We waren even vergeten dat we de pannenkoeken nog hadden. We rollen de tent uit. Heerlijk! Oh. Zo, ik heb niet verder gefilmd met Kootje in Amsterdam, omdat er zoveel wind stond. Regen, het was echt baggerweer. We hebben heerlijk ontbeten bij Pluk Amsterdam en ik heb even schoenen opgehaald die Sjoen en ik heel graag wilde hebben. Dat zal ik zo even aan jullie laten zien. Ik ben net thuis, Koos nog onderweg, ging even met aparte auto's, want zij gaat hierna door naar Zandvoort. En ik blijf lekker thuis. Ik heb hier al een cadeau voor de voetdruk. Het is een superleuke vaas met bloemetjes, aardbeidjes, voor in de voetdruk te presenteren. En ik heb eindelijk een beetje iets meer update over het huis. Want ik heb ook 1 kast gelukkig erbij. De rest komt nog. En de deur zit erin. Het is wel een wereld van verschil. Laat ik ook even zien. Kijk, deze kast is nu eindelijk met betonseree. En helemaal op maat gemaakt door Black Luxury met Miss Living. De deurtjes worden nog gesteld. Maar ze komen volgende week alles echt afmaken. En dan heb ik hier mijn glazen deur. Daar ben ik ook zo blij mee. Lekkere schuifdeur. En het is echt al een wereld van verschil. We krijgen hier nog een garderobekast. Maar dat komt allemaal volgende week. En ik laat nu even de schoenen zien die ik heb gekocht. De meningen waren erover verdeeld of ze wel leuk vonden of niet. Ik vind ze enig.
En met het regenachtige weer is het echt ideaal. En ik wil nooit dozen erbij hebben. Ziel is allemaal wel vermoorden, die wil overal dozen bij. Even openmaken. Het is lastiger dan je denkt met één hand. 1 seconde. Ta-ta-ta-ta. Jill had ze in het zwart gekocht. Ik moest er even aan wennen. Maar ik vond deze kleur groen zo, zo, zo cool. Maar hoe gaaf. En helemaal met het regenachtige weer. Helemaal lekker. En het is ook pregnant proof, want we lopen heerlijk. Zitten wijd. Hondjes zijn lekker een bordje aan het eten. Ik heb ook eindelijk mijn salontafel binnen. Volgens mij heb ik dit ook nog niet aan jullie laten zien. Dus beetje bij beetje komt het. Gaat ergens op lijken. Zie je, die heb je naar allebei de bordjes ook van Frenkie opgegeten. Kom hier. Hier, Frank. Zielig. Frenkie wil nooit van het bordje zelf eten. Is weer verwend. Ik ga het zo voor je losbulken. Ga nou maar kauwen. En heel lief. Ik zie net binnen. Jules zei dat ze cadeautjes voor ons lieve meisje had gekocht. Die nog in mijn baby belly zit. En dat ga ik nu even uitpakken. Zo, ik ga ze even meenemen. De present. Ik mag ze wel uitpakken. Ik heb het gevraagd. Ik ben echt heel benieuwd. Ze zei ook dat er een cadeautje van tussen voor mij bij zat. En ook voor Jules erop. Ik ga even kijken wat er allemaal in zit. En als het beeld iets waarschijnlijker is dan jullie normaal gewend zijn. Sorry, maar Jules heeft de vlogcamera nog. Want we hebben echt heel veel leuk beeldmateriaal gefilmd voor Rock's verjaardag. Dus ik doe het nu even met mijn iPhone. Maar ik vind het ook zo stom dat ik helemaal geen beeldmateriaal heb voor jullie om te laten zien. Dus vandaar dat ik het eigenlijk nu met mijn telefoon doe. Want volgens mij vinden jullie het niet heel erg. Hoop ik. Even kijken. Zet jullie even neer. Tegen mijn nieuwe schoen aan. Maar ik vraag me af, hoor je me dan? Ik ga het eerst allemaal uitpakken. Kijk hoe erg mijn buik groeit. Hoe erg? Ik bedoel, hoe leuk. Baby mama. Leuk, hè? Kijk, ik ga even alles uitpakken. Er zijn best wel veel doosjes en dan kom ik terug. Oké, dit is echt too cute. Ik heb dit pakje van Jill gekregen. Kijk nou, met die ruffeltjes. En dan heb ik dit beeldige pakje met hartjes. Kijk nou, in het wit. Met een bijbehorend mutsje. En ze is Livia ook niet vergeten. Dit pyjamaatje voor Livia. Oh, kijk nou, een blouseje. En erbij zit ook een broekje. Oh, kunnen het vinden. Ze heeft het ook voor ons besteld, zegt ze net. Maar die heb ik nog niet binnen. Oh, ik zie me daar zelf helemaal in matchen met Liviaatje. En straks de nieuwe baby. Super blij mee. Ze heeft voor Rock heeft ze deze beeldige. Ze zit ook in het blauw besteld. Kunnen ze twinnen? Onze baby's. Onze vriendin Coco is in het land. Ook natuurlijk voor de gezelligheid. Maar ook omdat ze een foodtruck Coco Cuisine is begonnen. Ja. Nou, had ze al heel veel dingen vanuit Nederland besteld. En ze had een taxidermie cursus. Ja. Voor een zwaan kop op te zetten. En dan combineert ze het natuurlijk met vriendinnen. En dan komt ze bij ons langs. Dus zij wilde heel graag inspiratie opdoen. Onder andere, want ze heeft genoeg inspiratie. Maar gewoon in Amsterdam heb je natuurlijk veel meer dit soort ideeën dan in Saint-Tropez. Maar ze gaat dus een foodtruck beginnen. Haar foodtruck is helemaal pink. Net als Co. Ze gaat er staan met de atelier. De femme haarband met de lange haren en een roze schort altijd. Helemaal herkenbaar. Het gaat tot smoothies maken, gezonde smoothies, tot koeken, tot gezonde bananencakes. Nou echt, je noemt maar op. Dus ook om in te huren voor als je bijvoorbeeld een bruiloft hebt in Saint-Tropez of een event of een verjaardag. Wij zijn super trots op haar, want dit pas kopen kan eigenlijk alles. Die is onwijs creatief, ook al vindt ze dat vanzelf niet. Nee. Dus we zijn echt heel benieuwd waar de voeten komt te staan, op welke plek. Dus ik denk dat we deze zomer zeker super leuke bekers in het roze met haar eigen logo. Het is echt helemaal amazing. Dus als je naar Frankrijk gaat, haal even haar Instagram in de gaten. Coco's Christine. Dus Marie is met haar naar Pluk gegaan in Amsterdam. Ik was er helaas niet bij, want kleine Rob was ziek. Ja. Dus helaas, ja, ik moest gewoon bij Rob blijven. Die had een buikvirusje. Maar dus ze is alleen maar het overgeven. Maar we zien er gelukkig nog. Vanavond gaan we nog gezellig eten. En dan hopen dat wij snel nog haar kant op kunnen. Wij zitten bij Harbor. Voor een event, maar we zeggen nog niet wat. Lekker puh. Lekker puh. Voor een secret event. Ja, allemaal secret. Allemaal secret. En ik ga even de camera, want het is echt een KUT-beeld. Natuurlijk wil dat iemand. Heerlijk met ons bruifje. Ja. Gezellig en een cocktail. En een cocktailtje. Cheers. Nieuwe lunch. Ja, echt hè? Cheers, babe. Gewoon op de Harbor. Hoe leuk. Oh, ik ben heel benieuwd. Ik moet wel een slokje nemen natuurlijk. Yes. Yes. Ik vind hem alcoholvrij nog lekkerder ook. Je zit echt niet in de goede belichting. Oh. Nee, ik wel dan. Nee, jij. Dat zeg ik echt. Hallo. Wij dragen allemaal de sterrenstijl. Allemaal? Allebei twee. Zo, sorry, ik dacht even met jou. Oh ja, Jacquemus gewoon aan. Jacquemus. Lekker. Jacquemus. Ons musje. Jacquemus. Kijk hoe leuk mijn t-shirt is. En Jill heeft de sweater aan. En je hebt het vest aan. En ik heb ook het vest aan, maar het was een beetje. Ik kreeg weer even een zwangerschap op vliegertje of het is hier gewoon warm. Het kan allebei. En we zijn dus hier heel leuk voor een event, voor Reinders. Ik ben geen Oh. Verder informatie volgt snel, maar het is in april.
Hop, 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 hop. Back to normal life. Oké, okay, Marie, vertel. Biefst het haakje. Dat is nog niet alles, hè? Oh. De gamma salad, crispy prawns en dan de Bieftataar. En de sushi komt er nog aan. Oh, de sushi komt er nog aan, ja. Edamame mee. Ja. En wat heb je nog meer? Soja. Ja, ik mag soja. Nou, enig bon appétit. Jou helemaal leeg. Ik ben al helemaal leeg, maar er zit geen alcohol in, hè? Zuiplap. Nou, omdat natuurlijk met coronamaatregelen nu allemaal zijn versoepeld en Shiel en ik willen gewoon echt weer back on track met Ryanders. Gewoon fashion shows, sample sales. Dus wij gingen meet and greet. Dus wij gingen naar de Harbor Club Amsterdam Oost voor het theater. Om te kijken of we daar een fashion show konden verwezenlijken. En jawel. Het is in de planning. Dus de datum is nog niet zeker. Maar we gaan naar onze fashion show houden. En het leuke is, een leuke Maria die deed is, we gaan een tafel verloten onder de fans. Ja. Daar was vorige keer heel veel vraag naar. Ja, dus we gaan, daar horen jullie later al meer over. Maar we gaan één hele VIP-tafel voor de fans gaan we verloten. Dus dan kan je erbij zijn. We gaan onze nieuwste zomercollectie zien. Nieuwste wintercollectie. Komen artiesten. Het wordt gewoon echt een hele Ryanders World. Ryanders World. Experience. Dus we zijn echt mega excited. Mega excited. En onze sample sale, ik kan al een sneak peekje geven, begint 2 mei tot 5 mei. Hey, 2 tot 5 mei. En wij zijn erbij. Yes, every day. Marie is wel hoogzwanger, dus ik denk, ja, ik wil niet dat Marie er eigenlijk de hele dag is, maar voor mij kan je de hele dag langskomen. Oh, joh, als het met Livia hetzelfde gaat, dan gaat het helemaal goed komen. Dan gaat het helemaal goed komen. Dus we hebben heel veel leuke nieuwe dingen. En dat zullen we op Instagram nog eventjes allemaal aan jullie vertellen. Maar we hebben meet and greets, sample sales, modeshows. Alles gewoon weer back to normal. En ik echt waar, ik ben er zo verheugd. Ja, we kunnen echt niet wachten. Na 2 jaar, we hebben net het gevoel dat we hebben stilgestaan. Ja, dan nog de veel voorkomende vraag. Hoeveel tatoeages hebben wij? Nou, Marie, hoeveel heb jij er? Uno! Ik wilde eigenlijk heel graag meer. Welke heb je? Laat zien. Onze initialen van onze sisters. Maar hij moest dus nog 1 keer bijgewerkt worden. Maar deze meid is alleen maar zwanger, dus dat kon niet. Ja, dat kon niet. Deze meid is alleen maar aan een baby te maken. Ik wilde heel graag nog Livia Love tatoeëren. Nou, nu een ander dochtertje de naam heeft, wil ik dat ook erbij. Dus ja, ik mag het nog even niet. Dus en ik heb niet doorgepakt wat ik wil. Ik wil niet zeggen dat ik opeens een hele tattoo girl ben of zo. Maar ik heb dus ook die RJM. Even je hoofd. Ik had al die RJM, maar die kan ik ook aan jullie laten zien. Die is helemaal mooi wel bijgewerkt bij mij. En we laten het zetten door Robin Karels. Dat is een goede vriend van ons. Nou, My Mike had ik al eigenlijk. En nou ja, naar Stinky kwam overlijden heb ik die ook getatoeëerd op mijn arm. Dit is altijd de plek waar hij op lag. En ik vind het ook heel mooi als ik in bed lig en ik doe zo, dan ligt hij nog steeds op mijn hoofd, zeg maar. Ja. En ik had hem altijd vast. En ja, het grootste artwork zit dan op mijn rug. Maar ik denk dat ik die even moet filmen, denk ik. Zo zie je het ja, niet. Ja, oké. Okay. Die gaat Marie nu even filmen voor jullie. Ja, ook Stinky even wat beter. Het is een beetje rommelig, Kils, maar je ziet wel heel goed de tattoo. Deze heeft Mike ontworpen. Medusa, Shiel houdt van de Griekse mythologie. Dus het is helemaal haar met haar eigen gezicht met Mike dat voor haar is ontworpen. Ja, dat is jouw mama. En dan Stinky kan ik nog even iets beter. Ik laat zien, het is ook echt een kunstwerk op zich. Fijn lijn. En daar is lekker Stinky. En hij is helemaal genezen nu. Ja, dat is heel mooi. Hi. Die koffies. Dus daar hadden we heel veel vragen naar. Ja. Ik vind het ook sowieso leuk om voor de volgende vlog even al jullie de rest van de vragen te beantwoorden. Ik krijg heel veel vragen over hoe het met mijn buik gaat en de babykamer. Maar ik heb eigenlijk nog helemaal geen nieuwe updates daarover. Nee, dus als jullie vragen hebben, stel hem hieronder. Dan gaan we volgende keer gewoon een vragenrondje bij je toevoegen. Ik kan sowieso wel even mijn buik laten zien, want daar was wel heel veel vraag naar. Dat is zo bedenkt. Normaal geven we nooit zoveel chipjes, maar ja, goed hè. Dan moeten ze toch even entertainen voor de vlog. En dat zijn biologische chipjes. Ja, het ziet er uit. Tada! 5 maanden gewoon. Dus dat gaat heel hard, hè? Even ja? Baby. Look at kijk. Je lieve, 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 lieve baby. A single fuck is given. Dus nee, dat gaat helemaal goed. Ik voel me op en top. En de rest van de week vlog gaan we dat aan jullie laten zien. Ja, volgende week zullen jullie de lancering van onze Nitra collectie zien. Onze Girls Night Out. Ja. Zoveel dagelijkse dingen, wat gewoon nu eigenlijk gewoon weer een beetje naar het normale. Dus we hebben veel meer leuk beeldmateriaal om te filmen. Dus het vragenrondje, voornamelijk ook over ons. En misschien nog een leuke update over de babykamer en ons appartement. Oh, dat is Olaf. Oh, dat is Olaf. Dan heb je dat glas was, maar het is plastic. Nee, het is plastic, dag. De Ryanders collectie is ook binnen, girls. Dus dank jullie allemaal voor de aankopen. Blijf het delen, blijf ons supporten. Er komen heel veel leuke drops aan. We gaan weg. Ja. Zeg maar dag! Dag. Love. Ryanders. Ga zwaaien. Zeg maar dag, Livia. Ga zwaaien. Dag. Laat kusje. Zijn vrouw tegen mij. Mwah. Hij zwaait nog niet eens normaal, maar hij zwaait toch. Hij zwaait als kan ik door een koeie. Koeie doei. Koeie doei. Aap. 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 Oké, love. Ryanders. Dag. Oké. Dag. Dag. Nou, als jij nou ook een keer zou zwaaien, dan zou dat wel leuk zijn. Au.
weet ze nou? Nou, dat mag niet, Livia. Nee. Dat is stout. Ik ga boos kijken. Kijk, dat is heel stout. Is voor mij. Robin wordt echt geterroriseerd door Bel en Lilo. En straks ook door de volgende van mij. Maar ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Jongetjes zijn in mijn geval gewoon wat rustiger. Oké, nou. Bye.